Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van XCOM Enemy Unknown. We gaan... Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan gewoon scannen for activity, denk ik. En verder kunnen we toch niks. We hebben te weinig geld om een laser sniper rifle te kopen. Of plasma sniper rifle. Of wat dan ook. Oh. De council wil ons spreken. Wat nou weer? Oeh, mooi. Dan krijgen we cash voor panic reduction. Een nieuw recruit en heavy major. Oeh. Dat is niet slecht. In Nigeria. Nigeria was ook de enige die twee dingen had. Iedereen had één streepje qua panic, zeg maar. Het minste wat er is. Alleen Nigeria. Die moest weer moeilijk doen. Die moest twee. Maar dan gaan we dus een missie doen zodat dat ook één wordt. Dat is wel fucking vet. We hebben gewoon alles op... Geen panic eigenlijk. Iedereen voelt zich heel veilig. Fucking badass. Mooi. We hebben mij, Yves, Xio Half en twee lightnings. Perfect. In één keer. Niks aan doen. Wat we moeten doen trouwens is nog constructen hyperwave communication array ding. Maar daar kunnen we niet, want daar hebben we te weinig cash voor. Dus ik weet dat er een objective staat, zodat we echt verder gaan met de story. Je kunt namelijk de game uitspelen blijkbaar. Ja, ja. Dat wist ik niet, maar dat kan. Stond in achievements. Ik zou even ondertussen op begin assault klikken. Mijn achievement stond dat van complete the game. Save the world, zeg maar, iets in die trant. Dus dan moet je waarschijnlijk die hyperwave dinges hebben. Moet je daar weer een base aanvallen ofzo. Of moet je vliegen naar UFO's, weet ik veel. En dan iedereen nakken. We zullen het zien. Sweep the area of operations. Eliminate all opposition. Oh yeah. In Nigeria. Zijn we de vorige keer ook al geweest trouwens. In groene... Groen Nigeria. Gaan we er nou nog een keer heen? Intel from the council indicates one of our off-site data stores has been compromised. And okay. We can't afford to lose the data in those mainframes. They want us to get in there and secure the facility. Kill anything that moves. Oh yeah. Ik hoop dat we geen civies zijn, anders zijn we wel de lul. Ja, we gaan het gewoon rustig aanpakken. Volgens mij ken ik deze map wel, trouwens. Er komen bekend voor, tenminste, die map. Met de fontein en zo. Hij is niet super groot, dat valt mee. Als het goed is, is hier die border, ja. Dus dat valt op zich nog mee. Het is een beetje lang. Normaal zaten hier ook die spin-dingen, dus daar ben ik niet zo blij mee. Maar... Als sniper ga ik hier wel gewoon achter zitten en we gaan de battles kunnen gooien, nu al. Ik kan weten wat daar in het gebouw zit. Met een beetje geluk zien we dat nu allemaal. In één keer. Plum. Helemaal niks. Omdat hij rechts niet kan zien. Dat het een slechte pokeball is dat. Dat is toch een motion sensor. Kijk dan, hier zijn maar ruiten en... het maakt toch geen zak uit, er zijn muren. Maar toch kan hij het allemaal niet zien. Helaas. Shift je een laser cannon, had hij dat al? Ja. Ja, dat shiftje had al deze keer. Ik zei, we gaan het gewoon rustig aanpakken. Fuck it. We gaan gewoon elke keer binnen het blauwe ding blijven. En overwatchen. Overwatch gaat je aim vanaf. Kreeg ik als comment, dat weet ik. Maar het is beter dan niks. Ik kan ook gewoon enter doen, helemaal geen zak. Maar je kan beter overwatch doen, dan heb je tenminste nog kans dat je wat raakt. Dus vandaar dat ik overwatch gewoon blijf gebruiken. Zou je weten wat ik anders moet doen? Ik kan niet wat anders doen. Ja, je kunt verder gaan lopen, maar dat vind ik niet zo handig. Dan gaan ze nog sneller dood. Overwatch heb je net iets meer security. Dan horen we ook vast en zeker waar het wegkomt. Nee, nog niet. Gezellig. Het einde we beter vanaf de zijkant kunnen komen, vanaf die kant en niet hier naartoe. Dat komt vanzelf wel. Kun ik altijd het dak nog op? Zal ik vast wel wat zitten? Komen vanzelf wel achter. Nou, dan ga ik daar wel heen. Ik zie nog steeds niemand. Hunker down. Zelfs daar is nog niemand. Oké. Okay. Hoe moeilijk zou die missie worden? En dan wordt wat. Als het zo doorgaat. Dan zit iedereen allemaal verstopt in fucking hoekjes en plekjes. Zou die hier light zitten? Dat zou echt fucked zijn. Ook niet. Mooi.
Doen ze goed. Oh ja, wacht. Ik zou even opslaan trouwens. Doen we altijd eigenlijk in het begin van een ding. Is net iets veiliger. Dan hebben we een paar moves gedaan, maar dat maakt geen zak uit. Die aliens hebben we toch nog niet gezien. Zijn we in ieder geval iets verder dan dat we alles weer vanaf het begin overnieuw moeten doen. Dat is toch een hele verbetering. Ik weet nog steeds niet hoe het wegkomt. En wat het überhaupt is. Dat is nog wel een belangrijkere vraag. We pakken Shiftje. Shiftje gaat door het ruitje in kijken. Ik kan hij waarschijnlijk niet, is hij te klein voor. Oh nee. Oh, hell no. Ook op het dak trouwens. Mooi. Die lui die rennen keihard weg. En op het dak. Yay. Oh, ze hebben ook plasma dingen. Mooi voor hun. Ik haat die lui zo fucking hard. Dat wil je niet weten. Kill hem. Dat is uno. Daarom is het maar goed dat ik Shiffy eerst heb gedaan. Want zij kunnen nu al die andere lui neer. Yves gaat die verder op doen, denk ik. Zo, dat is die. Shiftje die kan niet wat. Moment. What the fuck? Oh, die duurt het daarachter. Dat is mis. Dat is een hele plantenbak, Shift. Vind je normaal? Ja, video, mooi. En dat is die Fitman. Mooi. Charlie die ziet niemand. Is mooi. Overwatch. Ik zal ook Overwatch gaan. En dan zien we wat er gebeurt. Die twee die gaan lopen, denk ik. Oh oh. Oh, schieten. Mooi. Dat is een domme move van Fitman. Want houdt in dat ik hem kan zien. En ik hoef geen headshot ding te doen, dan raak ik hem nou ook al dood. Domme move van jou, vriend. Heel dom. Hij was met double tap gebleven trouwens. Mooi, die hele muur is hier ook uit. Fucking genius. Shiftje heeft geen last van poison normaal. Ga ik vanuit. Ik weet niet waarom, maar Yves kan hier toch gewoon fucking overheen springen. Waarom is dat dashing? The fuck him. Nou, ik laat het wel even gewoon zitten. Ik ga hem even reloaden. Dat is wel belangrijk. Dat het even gereload wordt. Dan gaat hij wel weer even op Overwatch. We gaan het even iets meer defense aanpakken, zoals je wel merkt. Maar... Oh, oh, hey. Niet dat super mooi dat is. Mooi. Bezig. Idiot. Chef. Ja. Wacht, ik kan ook. Kan ik die ook hitten? Ja. Schiet ik hem op dood. In plaats van Chef. Kap, blam. Ja, en nu. Chef, blijf hier maar even staan op Overwatch. Want Charlie, die gaat, die kan niet helemaal daarheen rennen blijkbaar. Die gaat daarheen dashen. Good. The aliens have been off with the volumes. We should be able to salvage the requisite data from those. Oké. Okay. Waar moeten wij ermee? Moeten we daarheen? Nee, toch? Shiftje wacht ik nog even mee. Denk ik. Shiftje half, die gaat hier in het boekje zitten. Oh, dat dacht ik wel. Mooi, ga maar naar buiten. Goed zo. Mooi, die ene gaat daar en die andere gaat daar. Please, ik zie je half. Kill die dude. Ja, video. Mooi. Kill die dude. Charlie. Oh, dat was Yves trouwens. Dat was niet Charlie, de unicorn. Het is allemaal dashing. Dat is fucked up. Ik wil namelijk hier zitten en Overwatch of gewoon schieten of wat dan ook. Maar dat gaat hem nou niet worden. Waarschijnlijk die aliens gaan zo meteen rennen en dan zijn we allemaal screwed. Alhoewel ze kunnen mij niet echt zien vanaf hier. Ik zet gewoon Shiftje hier neer.
gaat door de deur in walsen. En naar boven wordt. Voor wat het waard is. Kijk, want zij rennen sowieso erin, zie. Dat is Chiffy mist. Dat was ook te verwachten. Hij gaat waarschijnlijk op Chiffy schieten. Of hij zich het poisonen. Oeh, fuck. 6 critical. Ik had bijna flawless. Fuck. Ah, ik kwam druk in. Oh, shift takes reaction shot. Dat was een hele domme move van jou. Ik wou dit namelijk weer flawless doen, maar dat gaat niet helemaal op deze keer. Helaas. Shiftje. Ah, ik kan hem niet zien. Spijtig. Nou, dat pakken we gewoon. Ik zie je half. En shiftje. Zou dat het laatste duurt zijn? Nee. Oké. En nu? Dat was een hele goede vraag. Charlie gaat gewoon naar binnen walsen. Ik ga hier zitten aan een randje. Dan kan ik alles een beetje coveren vanaf hier. Waarschijnlijk zit het lui op het dak. Dus ik ben sowieso screwed. Shiffy, wacht ik even mee. Ik zie je half. Is dat een veilige muur om tegenaan te staan? Ik zie je half. Of ze zitten hier binnen, dat kan ook nog natuurlijk. Ja, dat is wel een veilige muur om tegenaan te staan. Oké, ik zie je half gaat daar staan. Nee, Yves de Munk is dat trouwens. Sorry, sorry it. Hij ziet voor de hele ding, zie jij. Niet voor de helft. Kan, oh ja, ik zie je half net geschoten. Dat was het. We zullen zien. Oh, kijk, daar zitten nog 3 Finmans. Hoeveel Finmans hebben ze wel niet in deze game? Fucking hell. Alleen maar Finmans. Finman. Finman. Ook op Overwatch. Je moet sowieso zich laten zien als ze naar voren willen komen. Dus. Oh, Yves de Munk. En hij mist. Hij schiet de deur eruit. Krachtig wapen. Overwatch. Oké. En wat gaat die deur doen? Oh, domme move. Want ik ga er vanuit dat Shift dat wel heeft. Oh yeah. Goed bezig, Shift. Wat fuck? Wie ziet wat? Oh, Charlie die ziet wat. Zou een rocket werken? Dat zou mooi zijn. Gewoon een rocket erop af. Ja, dat werkt. Mooi. Fly away. Ook al gaat dat was door een muur heen. En hij, hoe die ook aimt. Prachtig. Hij aimt gewoon naar links. Daarheen. Dat was zijn aim. De rocket ging die kant op. Hij schiet die kant op. Dwars door een fucking muur heen. 2 zelfs. Die game, echt. Zo glitchy af en toe. Battle scanner op het dak. Waarom op het dak? Dat ik ervan uitga dat het nog wel op het dak zit. Dat is het enige wat nog kan. Zo'n beetje. Pling, pling. Nee, toch niet. Dan zal het ergens anders zitten. Ah, het moet Shiffy reloaden. Oh, oh, oh ja, er was er nog één op Overwatch. Mis. Ja, dat is nog mis ook. Mooi. Shiffy, denk zo, wat wil jij? Sterf. Sterf! Dat was alles. Woehoe! Mooi. Dat ging wel goed eigenlijk. Die Finmans die waren nou op het moment niet zo lastig. Dat ze die gifrotzooi niet gebruiken. Als ze dat gebruiken, die gifrotzooi, dan wil ik het echt niet weten. Maar zoals nu, zonder gifrotzooi ging het perfecto. Ging echt goed. Dan zijn we op onze eigen base. Oh, ik zie halve wounded voor 3 dagen. Ik had hem kunnen healen trouwens in dinges. Dan hadden we hem gelijk weer gehad, maar ja, pech gehad. Goed, prima. Hoe gaat het met alles? Kijk, alles 1. Oh yeah. Alles heeft satelliet. Construct the hyperwave relay, scan with the hyperwave relay. Dat moeten wij doen, maar we moeten ook sowieso, dat heb ik ook heel erg aangeraden, even kijken, we moeten de
plasma cannons hebben op die demon dingen. Dus ik moet even kijken naar engineering. Build by items. Ik wil ook sowieso de Titan armor bouwen, dat wil ik al heel lang. Maar we moeten firestorms bouwen. En dan daarbij een plasma cannon. Dus we gaan gewoon één plasma cannon maken. Een firestorm. En dan is het op eigenlijk. Ik weet niet of er nog firestorm nodig zijn. Not enough bay hangers at XCOM headquarters. Transfer, dismiss aircraft to make room. Ah, oké, okay, je moet dus transfer. Dan maken we gewoon een Titan armor. Kunnen we er meer dan één maken? Nee. Daar hebben we niet genoeg geld voor. Domme. Want dat is sowieso fucking betere dinges. Kunnen we nog naar de grey market? Wat Finman corpses verkopen? Krijgen we nog 40 van. Mutant corpses. Ook naar 15 toe. Oh, 15. Heavy floaters. 10. Floater. Sectoids. 5. Alien stasis tanks. Mooi. Nog meer in de aanbieding. Alien containment. Oh, is can be sold freely. Dat zijn altijd de mooiste dingen. This item can be sold freely. We zitten met stasis tanks. Oh, dat meen je niet. Mooi. Dat is veel cash. This item has no research benefit. Mooi. Dat zijn echt de beste meldingen. Oké, alien surgery. Dan kunnen we alles verpatsen namelijk. Dan krijgen we meer dingen. Meer cash. Hyperwave beacon. Nee, laten we die maar niet verkopen. Mooi. Moet je kijken hoeveel cash we krijgen, joh. Ho. Prachtig. Dat hadden we eerder moeten doen. Dat is wel goed dat we nog zo'n ding hadden als... The latest contact turned out to be a dud. Probably just another drunk pilot who fell asleep on a long haul. Ja, interessante informatie. Ik ben hier bezig met geld uitgeven. Dingen uitgeven. Mooi. Oké, okay, engineering. Build by items. Titan armor. En wel 4. Submit order. Dank u. Yay, man no more. Achievement. Dan moet ik nou naar de hangar toe. View ship list. Ik heb daar helemaal niks zo te zien. Transfer. You can arrange to have our interceptors transferred to bases throughout the world. Dat snap ik. By stationing our fleet on various continents, we'll have a much better chance of intercepting new UFO contacts. Ja, I know. Laat mij scrollen. Dank u. Oh, ik hoef niet te scrollen. Ik zit al aan het scrollen. Ja. Deze complete. Ja, vlieg maar naar dinges toe. Dan Raven 2. Nee, Demon. Die mag naar Noord-Amerika. Confirm. Dan Raven 4 terug. Ik hoef die niet. Transfer. Die mag naar South-America gaan. Confirm. Niet dat we het echt aan hebben. Die Ravens zijn echt crap eigenlijk. En dat verbandt me. We hebben in Azië 2 Ravens. Afrika heeft er 1. South-America heeft er eentje nu. Noord-Amerika krijgt een Demon en een Raven. En we bouwen nog een Firestorm. In Europa. Als het kan, 2 zelfs. Dus... dat komt wel goed. Ja, we kunnen er 2. We missen een computer. Submit order. EMP cannon. Oké. Okay. Plasma cannon. Dan maken we er gewoon 3 van of zo. Dat kan qua kosten, wil het net om er 4 te maken. Hoeveel firestorms maken wij? We bouwen er 2 erbij. Ja, dan moeten we er sowieso 3 hebben. Oké, okay. Submit order. Dat hoeft allemaal niet. Shiftje kan nog overzitten. Satellite. Ik heb er niks aan als ik een satelliet bouw. Het heeft geen nut meer. Dus waarom zou ik het bouwen? Goeie vraag. Scope, bla bla bla. Scatter lasers en shotgun. Daar hebben we ook niet wat aan. Dan hebben we nog de foundry. Die kunnen we waarschijnlijk geen zak doen, haast. Nee. Want ik moet allemaal veel cash hebben dan als ik dat wil doen. Drone capture, ammo conservation.
Dat is wel een hele belangrijke eigenlijk, dus we moeten even 150 cash hebben. We gaan gewoon nog een keer weer naar de Grey Market. Gaan we Alien Alloys verkopen. Terwijl altijd belangrijk is eigenlijk Alien Alloys, maar... F it. Hetzelfde met Weapon Fragments. Hebben we nu genoeg. Dat is altijd zo mooi, ik let nooit echt op wat het kostte. Nou, hebben we net niet genoeg, want we moeten... Oh, fucking hell, nog 8 hebben. Dat meen je niet. Visit the Grey Market. Oké, yay, we hebben genoeg. Engineering the Foundry. Ammo Conservation. Advanced Construction, Advanced Fabrics Processes, Aliens Used to Build Sector Pods. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Waarschijnlijk is dit om snelle shiftjes te bouwen en shit, maar fuck it. Ik wil gewoon ammo conservation bouwen, jij. Mooi. Het zal fijn zijn. We hebben dus nu van alles aanstaan. Expand event list, zoals je kunt zien. Ship to Africa, ship to North America, ship to South Africa. Council report en daarna pas komen de firestorm en de ammo conservation. Dat duurt nog wel even. Maar dan hebben we wel vette dingen erbij. Vette upgrades. En dan kunnen we eens een keer zo'n hele grote UFO neerknallen. Want het schijnt, las ik in de comments, dat als je zo'n grote UFO neerknalt, wat ons toen niet gelukt is in principe, omdat ik gewoon Ravens had volgens mij. Maar met zo'n plasma cannon moet dat lukken. Maar als je die neerknalt, dan krijg je een fucking badass rocket launcher voor Charlie the Unicorn. Dus daar gaan we voor. Maar dat gaan we allemaal doen in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.